Het lijkt op een verkiezing, maar mogen we het ook een verkiezing noemen? Het lijkt inderdaad, als je als buitenstaander naar kijkt, lijkt het inderdaad op een verkiezing. Maar ik denk dat je het eerder een stemming moet noemen. Want ja, verkiezing, dan is er een keuze. En in deze is er geen echte keuze. Het is duidelijk dat Poetin dit zal winnen, deze verkiezing zal winnen. Er zijn ook nauwelijks echte tegenkandidaten. Er zijn er wel drie, maar dat zijn eigenlijk geen kandidaten die ja, een andere positie innemen dan Poetin. Bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne nemen zij geen andere positie in. Ik moet zeggen, in 2018, bij de vorige presidentsverkiezingen, was dat wel anders. Dan had je nog Xenia Sobchak. Dat was een jonge IT-girl, mediafiguur die opkwam. Die een beetje de liberale stem moest capteren. Het Kremlin wou iets gelijkaardigs nu doen met Boris Nadezhdin, maar die heeft de stembiljet niet gehaald, omdat het enthousiasme voor zijn registratie was net iets te groot. En het kon zomaar even een bedreiging worden. Ja, ik denk dat het Kremlin het iets te gevaarlijk vond te worden, omdat er duizenden mensen stonden aan te schuiven om zijn registratie te goed te keuren. En toen heeft het Kremlin de stekker eigenlijk uit zijn kandidatuur getrokken, waardoor er op dit moment eigenlijk geen echte keuze is. Ja, we zagen mensen naar het stembureau gaan. Zijn ze eigenlijk verplicht, zoals bij ons, opkomstplicht? Nee, er is geen opkomstplicht. Het is natuurlijk wel zo dat mensen in Rusland, dat weten we van vorige verkiezingen, geregeld onder druk worden gezet. Vooral werknemers door hun werkgevers. Om te gaan stemmen en ook om op de juiste persoon te gaan stemmen. Er wordt soms aan mensen gevraagd om een foto te maken van het stembiljet. Om aan te tonen dan de dag na de verkiezingen dat ze inderdaad de juiste keuze hebben gemaakt. Oké. Het is vrij zeker dat Poetin deze verkiezing gaat winnen. Ik probeer al met twee woorden te spreken, maar ik zal het misschien maar zeggen. Hij gaat het gewoon winnen, maar op welke manier verzekert hij zich van die zegen of het Kremlin? Ik hoor je zeggen, mensen worden onder druk gezet via hun werk of dergelijke meer, maar op welke manier nog, Jan? Ja, die voorbereiding natuurlijk van die verkiezingsoverwinning van Poetin, die beginnen al maanden voor de verkiezingen. Het is natuurlijk zo dat ja, in Rusland er geen onafhankelijke media meer zijn. Die waren er al niet voor de oorlog. Er waren er nog een paar, maar die hadden niet veel bereik. Nu zijn die helemaal verdwenen. Met de campagne staan die media nog meer onder controle. Wordt er gezegd van wie ze aan bod mogen brengen, welke thema's, wanneer. Als dat allemaal niet lukt, als dus die stroom van propaganda niet de mensen tot de juiste keuze brengt, dan zijn er nog wat men noemt administratieve hulpmiddelen die men kan inroepen. Men kan bijvoorbeeld mensen die dood zijn, kunnen ook gaan stemmen bijvoorbeeld. Die staan dan op de kieslijst. Er worden soms mensen getransporteerd met bussen die 3-4 keer gaan stemmen. Dus ook de overheidsdiensten die dan hun werknemers aanzetten om een bepaalde keuze te stemmen. En als dat allemaal mislukt, dan kan er nog altijd gemanipuleerd worden bij het tellen. Daar kunnen nog altijd wel de cijfers wat bijgesteld worden. Ja, dus ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de juiste kandidaat, in dit geval Poetin, wint. Maar mogen we toch niet zeggen dat een meerderheid van de Russen toch ook gewoon wil dat hij blijft? Ja, dat blijkt duidelijk uit de peilingen. Het is heel moeilijk om peilingen uit te voeren in Rusland, maar je ziet wel de trends die in die peilingen. En ja, je ziet dus dat de populariteit van Poetin, dit staat de laatste maanden al eigenlijk vrij stabiel op rond de 80%. Dat daalt niet, dat stijgt niet. Dus dat is een vrij stabiele trend die je ziet. Dus de Russen hebben veel vertrouwen in Poetin. Vertrouwen vooral dat hij de juiste beslissingen zal nemen. En ze hebben ook veel angst voor wat er zou gebeuren mocht Poetin wegvallen. Angst voor de chaos. Dat betekent niet dat ze volledig vertrouwen in hebben dat het de goede kant op gaat met Rusland. Maar als je dan ook in die peilingen ziet van of dat ze zich ongerust voelen over de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Ja, want speelt dat een rol in deze verkiezing, die oorlog, of niet? Natuurlijk, dat speelt zeker een rol. Hè. Dus dat is iets dat al twee jaar aanwezig is op dit moment. De Russen voelen natuurlijk de gevolgen van die oorlog. Hè. Er zijn heel veel Russische militairen aan het front, ook heel veel al gesneuveld. En je ziet dus in die peilingen dat de Russen inderdaad, de meerderheid zegt dat ze zeer ongerust zijn over die oorlog in Rusland. Dat is ook de reden dat het Kremlin er alles aan doet om die oorlog zo ver mogelijk van de Russen te houden. Zodanig dat het kan zeggen van we weten, die oorlog is geen leuke zaak, maar die blijft ver weg van jullie. Jullie moeten daar geen zorgen over maken. Er waren hier en daar vandaag
hoe zal ik het omschrijven, incidenten tijdens de stemming. Hoe kijk je daarnaar? Is dat verrassend of hoort dat erbij? Ja, het zijn natuurlijk geen massale incidenten. We hebben gezien dat op een bepaald moment er een soort groene verf in de stembussen werd gegooid. Er is ook een Molotov-cocktail ontploft. Natuurlijk, ja, Rusland is zeer groot. Dus als je dat over heel Rusland bekijkt, zijn dat relatief kleine incidenten. Dus ik denk niet dat men daarvan wakker zal liggen. De opkomst trouwens vandaag was al zeer hoog. Er wordt gesproken over een opkomstpercentage al van 35%. En de verkiezingen gaan nog 2 dagen door. Dus ik denk dat het Kremlin op dit vlak, op dit moment wel vrij blij is over hoe alles is verlopen. Misschien om af te ronden, Jan, Poetin zal nu aan zijn 5e ambtstermijn beginnen. Wordt daar eigenlijk nagedacht over wat nadien? Staat daar iemand klaar in de coulissen? Of is het met hem tot wanneer hij erbij neervalt, als ik het oneerbiedig mag zeggen? Wel, hij kan natuurlijk nog 2 keer 6 jaar aanblijven, dus tot 2036. Dan is hij 83 jaar. Dus de opvolgingskwestie stelt zich nog niet. 83 lijkt ouder, maar ja, we weten ook dat president Biden die wil pas op zijn 86e uit het Witte Huis vertrekken, hè, als hij opnieuw verkozen zou worden. En natuurlijk, Poetin heeft ook geen duidelijke opvolger aangeduid. Dat is heel bewust gebeurd, omdat dat meteen een bedreiging zou kunnen vormen voor zijn eigen positie. Want die persoon, als die wordt aangeduid, gaat natuurlijk proberen van zijn machtsbasis te vergroten. En dat zou zich tegen Poetin zelf kunnen keren. En dat is iets wat hij absoluut natuurlijk wil vermijden. Oké, dus we moeten het nog even doen met Vladimir Poetin. En ik denk dat ik weet wat jij dit weekend gaat doen, hè Jan. De verkiezingen volgen. Absoluut. Dank je wel voor nu.